Hoi, ik ben Scarlett en leuk dat je op mijn YouTube-kanaal zit. We gaan het hebben over de grote greep. De grote greep op je cello. Nou, wat is nou die grote greep? Dat is een greep waarbij je eerste vinger eigenlijk achterblijft en jouw duim degene is die tegelijkertijd met de tweede vinger daar komt te staan waar jouw 3 ooit stond. Nou, wat is er dus groot aan die greep? De afstand tussen 1 en 2 wordt groot. Dus daar waar ooit jouw 4e vinger stond, komt nu jouw 3e vinger te staan. Ja, dus dit is de grote greep. Nou, wanneer je die grote greep oefent, voordat je je stok pakt, is het een goed idee om heel eventjes, net als wat ik net deed, je wijsvinger te pakken van je rechterhand en die heel eventjes onder, eigenlijk tussen vingers 1 en 2 te leggen, onder je eerste vinger te leggen. En waarom? We gaan zonder dat we kracht uitoefenen en zonder dat we de snaar indrukken, gaan we die beweging oefenen. Dat je duim wegschuift. Hij blijft de hals raken. Hè? Hij schuift drukloos over de hals heen. En wat ik nou het meeste zie wanneer we dus zoekende zijn naar die grote greep bij leerlingen, is dat we proberen onderuit te schuiven. Dit willen we niet. Die rug van die hand blijft gelijk aan de toets. Nou, ik leg heel even mijn stok neer. Die lag op mijn schoot. En nu ligt hij op de grond. En ik heb hier een tweede celloplankje geplaatst. In de hoop dat jullie kunnen zien wat die duim doet. Daar gaat hij. De duim is mijn GPS-signaal. En die duim, die zakt af. En tegelijkertijd neemt die vinger 2 mee. Dus je eerste vinger verlengt zich. Dat ben ik weer. Verlengt zich als een elastiekje. Dus wanneer jij knijpt in je duim, dan zit je vast, kun je geen grote greep maken. Maar wanneer je knijpt in je eerste vinger, dan kun je hem niet langer maken. En je hand heeft die lengte nodig om die grote greep te kunnen realiseren. Ja? Nou, ik pak mijn stok. Moment. Wat is nou het effect van die grote greep? Wanneer ik normaal gesproken op de G-snaar de eerste vinger speel, heb ik een A en op mijn 3 zit een B. Nou, wordt mijn oefening, ik speel een eerste vinger. Ik check of mijn duim los zit. Die neemt mijn 2 mee naar waar straks mijn 3 stond. Dus het klinkt exact hetzelfde als 1-3. Ik haal mijn duim terug en check weer mijn 1-3. Eerste vinger en met een 3 bedoel ik een 3e vinger. Duim uit. En die grote greep die komt dus ten gehore wanneer jij je vingers 3 en 4 tegelijk neerzet. Misschien herkende je hem al. Ik hoor hier. Halleluja. Nou, wat gebeurt er nou het meest? Dat zodra we uitschuiven naar een grote greep, dat die eerste vinger mee wordt getrokken. Die krimpt in door alle spanning in je hand. Dat kun jij voorkomen door, wanneer je een grote greep maakt en je speelt een tweede vinger. Kijk, mijn 1 ligt nog steeds als een ankertje uit op de plek waar hij zat, waar hij stond. Maar ik oefen er nauwelijks druk op uit. Want hoe harder ik druk en knijp, hoe meer die de neiging heeft om terug te komen. Kun je je voorstellen? Mee te komen met 2, dat willen we niet. Dus, roteer je gewicht ietsje naar de tweede vinger. Strek uit voor 3 en 4. En dan hebben we weer vader Jacob. Ja? Ik doe dat ook heel eventjes vanaf dit celloplankje. Dus, ik heb een eerste vinger. Oh, ga mijn stok tegen de muur. Schuif uit. Ontspan je 1. Hij blijft wel daar, maar hij blijft het makkelijkst daar door minder druk te geven. En wanneer mijn grote greep wordt opgeheven, trek ik mijn duim gewoon weer terug. Mijn duim is de gangmaker. Ja? Nou, wanneer ga je eigenlijk die grote greep oefenen? Dat is vaak wanneer je in een eerste positie comfortabel kunt spelen zonder te hard te knijpen.
Echt, als iemand daar best wel veel tijd voor nodig heeft en hij speelt al lang in de eerste positie, maar blijft knijpen, vind ik dit ook een goede manier, die grote greep op te pakken, om juist de persoon uit te nodigen om te stoppen met het knijpen van de duim. En omdat je hem nodig hebt, schuivend, in die grote greep, is dit ook een goede manier om controle te krijgen over je duim. Nou, jullie weten van mijn vorige filmpjes dat de manier om de druk van die duim af te krijgen, dat is door je gewicht van je elleboog precies op de juiste hoek te houden, zodat je je armgewicht tok over kunt brengen op je snaar. Heel vaak zie ik zulk een arm, deze arm, of hij hangt nog erger, hij hangt op het hout. Niet doen. Die arm die hoort niet op je hout. Je moet je arm precies op de juiste hoogte houden om dat gewicht van je bovenarm te kunnen transponeren, hoppakee, naar de juiste snaar. Ja, want dan komt automatisch, verdwijnt de druk van je duim. Want je speelt met je gewicht. Ja, wil ik ook nog even laten zien vanaf deze. Kijk, wanneer jij gaat hangen, zie, komt die duim los. Nou, in de praktijk laat ik hem niet los, maar hij is dus wel drukloos. Door mijn gewicht dat ik gebruik. Til ik mijn cello op, maak ik toon doordat mijn duim knijpt. Mijn duim zorgt dat mijn vingers de snaar tegen de toets aanknijpen. Zo heb ik natuurlijk vroeger zelf ook gespeeld. Dan kan ik niet die grote greep maken, dan sta ik vast. Ja? Dus leer contact maken met precies de juiste plek. Leer contact maken met je eigen gewicht. Breng je elleboog naar de juiste plek en geef dat gewicht door. En huppakee, daar is hij. Ik hoop dat je dit kunt zien. Ik ga mijn filmpje checken. Dit is het grondbeginsel van de grote greep. En vind je het leuk? Plan een cello les in bij mij en we werken daar een uurtje aan. Dat geeft vast duidelijkheid. Ja? Oké. Okay.